Kinderen van 5 kindertehuizen en enkele scholieren die een moeilijke tijd doormaken, kunnen nu een goede start maken het komend schooljaar. Leo Club Kula in samenwerking met Social Caring Organization Suriname hebben tussen zondag en maandag 125 schoolpakketten overhandigd aan behoeftige kinderen. Chas Warning, voorzitter van het kinderhuis Tamara, vindt dat het gebaar van de sociale organisaties op het juiste moment komt. 1 oktober. Dus een stukje zorg is even eraf, want er moet nog meer komen. Er moeten uniformen komen, schoeisel, maar we beginnen alle kleine beetjes aan. Als je naar school gaat in het nieuwe schooljaar, heb je hoge verwachtingen. En als kind, je verwacht een nieuw uniform, een schooltas, schoolschriften. En als je dit zo krijgt aangereikt, ja, dan is het een eerste motivatie op weg naar succes. We hebben specifieke wensen en dat is dat we graag financiële ondersteuning willen hebben. En we kijken niet alleen naar geld, wij zijn ook op zoek naar professionele werkers. Mensen die goed opgeleid zijn om deze kinderen te begeleiden. Regilio Carioregio, voorzitter van Social Caring Organization Suriname, legt uit dat de organisaties willen inspelen op de financiële-economische situatie in het land door de behoeftige kinderen tegemoet te komen. We weten allemaal ook dat veel van de kinderen in de tehuizen eigenlijk wees zijn. Dus, en ook ouders hebben die het heel erg moeilijk hebben. En kijken we ook zeker naar de situatie in het land. Dat maakt het allemaal helemaal moeilijk. Omdat ouders eigenlijk het niet meer kunnen permitteren voor de studenten vanwege de hoge prijs die ze moeten betalen eigenlijk voor schoolspullen. Natuurlijk is de behoefte veel groter, maar er is een bepaald budget waar je eigenlijk aan gebonden bent. En we hebben dus eigenlijk op basis daarvan uit het groter bestand die we hebben, deze school te huizen en een school ook gekozen. Dominique Doorson, vice-president van Leo Club Kula, merkt op dat er een grote behoefte is van mensen die ook in aanmerking willen komen voor schoolspullen.